Wat wou u toen u klein was worden? Ja, mijn droom is om een piloot te worden, maar als dat niet lukt, dan wil ik graag een bewaker worden van iets. Dat weet ik niet meer precies, maar ik ben wel geworden wat ik wilde worden. Wat bent u dan eigenlijk geworden? Ik ben nu verkoper in een tabak- en gemakzaak. Ik ben televisie- en filmregisseur geworden. Dat is een mooi beroep. Maar hoe heeft u daaraan gedacht dat u dat zou doen? Nou, ik keek ontzettend veel televisie. En toen dacht ik van, nou, dat zou ik nou ook wel willen doen. En op een of andere manier is dat gelukt. Ik weet ook niet precies hoe, maar ik wilde het gewoon worden en ben het geworden. Heeft u nog meer iets te vertellen over uw beroep? Nou, het is soms een moeilijk beroep en soms is het een hartstikke leuk beroep. Als je clips maakt of dat soort dingen, dat is natuurlijk leuk. Maar soms heb je een heleboel mensen en dan moet je precies vertellen wat die mensen allemaal moeten doen. En dat is soms wel eens lastig, want ze luisteren niet allemaal tegelijkertijd. In deze winkel vond ik het altijd leuk om te werken. Oké, is er ook een keertje iets ergs gebeurd? Ja. Brand of zo? Ja, hè? Inderdaad goed, dat is nu gelukkig alweer 3 jaar geleden. Hallo, dit was CVTV en ons onderwerp was wat wil je laten worden. En we hebben een paar mensen geïnterviewd. Als volgt, een piloot die heel jong is, maar hij wil toch proberen. En als volgt, een typograaf, dat is iemand die de afbeeldingen afdrukt. Een verkoper. Die is verkoopt bij Multishop. En we hebben een regisseur geïnterviewd. En die was heel oud geworden en hij vond het wel een leuk beroep.